Wij staan als vierde generatie nu reeds 8 jaar aan het roer van de groep Het Witte Paard. Wij kunnen alleen maar trots zijn op de eerste generatie om dit concept aan te durven aan de Belgische kust sinds 1936. Het Witte Paard is ondertussen een begrip geworden en zorgt al 80 jaar voor uw ontspanning en entertainment. En daarover zal Jos Donk, onze regisseur, u meer vertellen. Helemaal onbeslagen kom ik wel niet op ijs. Ik ben in de jaren 60 ben ik hier als kind zelfs geweest, kon kijken naar shows. Ik ben grote fan geweest van Nicole en Hugo. Hugo heeft trouwens mijn inleidingsexamen van Zwartlanden voorbereid, waarvoor ik een hele dankbaar ben. Ik ben jaren collega geweest van Jan van Dijk in het theater in Antwerpen, van Wim Terreer, dus dat zijn ook allemaal mensen die hier hebben gewerkt. En in die hoedanigheid als collega ben ik hier ook heel vaak naar shows kwam kijken. Dat is eigenlijk alles wat ik te zeggen heb. Ik ga het woord laten aan de mannen van de spreken om het boek. Het is een eerste keer. Dankjewel. Deze persconferentie is niet zomaar een persconferentie, nee, het is de persconferentie van het 80-jarig bestaan van het Witte Paard. En dan gaan we vieren. Daar moet je er gerust van zijn, we gaan maar vieren alle dagen van, schrijf maar op, 15 juli tot en met 5 september, en je vindt dat ook terug in de boek, dus mag ik al opschrijven, 8 weken lang, feestjes à volonté, daar staan we garant voor, dat gaat echt formidabel worden. Wij zijn weer daar, wij staan klaar voor een feestje, 80 jaar, in het Wit Paard, a celebration. Dag Ben. Hey, hey. Goedemiddag, hè? Hier in uw vertrouwde Azar Hotel. Het is nu van u ondertussen. Ja, het is nog maar een jaar van ons, hè. Dus zo vertrouwd is het nog niet, maar het is wel leuk, ja. Nu staat u weer voor een grote show, deze zomer. Bewust hetzelfde concept, maar met een nieuwe artiest, een nieuwe supervedette, met Rob de Nijs. Inderdaad, ik denk dat het bedoeling is dat we elk jaar hetzelfde concept proberen te brengen. Maar met altijd een nieuwe hoofdact, hè. Dat is dit jaar inderdaad Rob de Nijs. Waarvoor de keuze voor Rob de Nijs? Ik denk dat hij enorm veel toppers heeft en dat hij een enorm uitstraling heeft om 80 jaar te vieren. Ja. Ik zag hem in Aalst vorige zomer en dan moest hij hier, zei je tegen mij, binnen een paar dagen later Peter Koelewijn vervangen. Is dat zo'n beetje eerbetoon terug aan hem? Bedanking? Ja, zeker en vast. Maar ik had daar in mijn gedachten van Rob de Nijs terug nog eens in het Witte Paard te krijgen. En dan was dat nu de ideale moment om eens te zien
of dat hij goed nog in staat is om het witte paard te doen. En dat was heel duidelijk het geval. Hoe lang bent u met de voorbereiding van zoiets bezig? Gaat het over een jaar stoppen met de ene show en beginnen aan de voorbereiding van de andere? Inderdaad, we zijn een heel jaar bezig en nu al bezig voor volgend jaar de hoofdact vast te leggen. En we zijn zeker 6 maanden bezig om regie, choreografie en muziek in te steken. Ja. Zeker 6 maanden. Hoe lang ligt u daarvan wakker zo? Wanneer ben u tevreden? Als er genoeg opkomst is en als de commentaren goed zijn. Hè. Hoeveel keren wordt er nu gespeeld deze zomer? Normaal 35 keren en we gaan proberen van er 40 te spelen. Kan dat zomaar? In één keer zeggen, we gaan maar 40 doen. Als je voelt dat de laatste shows uitverkocht zijn, dan kun je er een aantal in optie, die dat ik nu al in optie gezet heb, toch spelen. Hè. Ik zie terug Nele Goossens, Peter Thijssen. Een beetje dezelfde mensen, een trouwe kern van vroeger. Bewust voor gekozen? Ja, je kunt op die mensen ook altijd rekenen. En ik ben ook heel blij dat Peter en Nele een goed duo is geworden. En toch kunnen ze apart van elkaar sketches spelen. En ik vind de kwaliteit van hun beiden super. Ja. Geen goedkope bedoeling hè, als je al die artiesten hier neerzet. Vele avonden na elkaar, u moet mensen te slapen leggen. Is dat vaak moeilijk? Rob de Nijs nu, die gaan niet terug naar Nederland. Wat doet u daarmee? Ja, Rob de Nijs hebben voor hem natuurlijk een villa gehuurd om hem op zijn gemak te zetten. En ja, de show kost natuurlijk veel geld, maar we slagen er dan ook in om veel volk naar het witte paard te krijgen. En u zelf, heeft u er nog iets aan? Is dat een beetje nu amuseren? Of is het zodanig druk dat u daar niet van kan genieten? Ja, ik kan er wel van genieten. De eerste show is natuurlijk, ben je helemaal bezig en betrokken bij de show, maar daarna kan je ontspannen. Hè. Dus, en genieten van de show. Ik wens je veel geluk. Dank je wel. Dag Nathalie, goedemiddag hier in het Dazzard Hotel in Blankenbergen. U staat deze zomer voor een serieuze opdracht. Ja, dat kun je wel zeggen. Het is de 80ste editie, dus het moet wel knallen hè, dit jaar. En we hebben ook voor deze editie 8 dansers. Dus dat is veel meer dan dat er anders ooit op het podium heeft gestaan. Dus het is een hele opdracht. Wat is precies uw opdracht? Ik ben choreografe. Dus ik zal instaan voor alles wat te maken heeft met dans. Ieder pasje dat wordt gezet zal door mij goedgekeurd worden of afgekeurd. Maar hopelijk goedgekeurd. Dus ja, dat is mijn job. Is dat fulltime, je job? Vooral tijdens de repetitieperiodes. Hè. Eens dat de shows lopen, zal ik af en toe nog eens mijn kijkje komen nemen. En kijken of alles nog gelijk is en alles nog perfect loopt. Maar dan is het aan de dansers om het waar te maken. Hè. Hoeveel danseressen staan er op het podium? 6 danseressen en 2 dansers, 2 jongens. Ja. Mag u zelf meedoen? Ik mag meedoen, maar ik ga dat niet doen. Ik heb jaren in het wit paard gestaan, 10 jaar meegedanst. Maar dit jaar ga ik het op een afstand bekijken. Het is ook makkelijker om het even los te laten. De ganse zomer weegt een beetje op een mens, hè? Ja, dat kan wel wegen op een mens. Het is dus redelijk zwaar, maar het is ook heel leuk om te doen. Dus dat maakt het dan ook wel weer ja, niet zo heel erg dat het zwaar is. Wat zijn de mooiste momenten? Oh, wat zijn de mooiste momenten? Ik denk als alles naar een het hoogtepunt is eigenlijk naar de première toe werken. Dat alles tot een goed einde wordt gebracht. Ik denk dat dat soort de hoogtepunten zijn voor een choreografe om te werken. Maar ja, er zijn ook heel veel leuke dingen in de show te zien. Dus het zal sowieso... Ja. Laatste vraag, bent u streng tegenover uw mensen? Goh, streng maar rechtvaardig. ik kan wel streng zijn als dingen niet aangeleerd zijn of onthouden zijn zoals ik het wil. Maar uiteindelijk valt het wel mee. Het belangrijkste is dat het resultaat goed is, dat iedereen gelijk danst en dat mensen praten over het ballet dit jaar. Streng op uw werk. Bent u ook anders streng in het gewone leven? In het gewone leven ook, maar ik heb een dansschool. Dus dat is eigenlijk hetzelfde. Ik moet daar ook dans aan leren, choreo... Waar is die school? In Brugge. In Brugge. Sint-Kruis. Naam van de school? Dance Studio Kicks and Moves. Ja, streng in privé. Ik kan het vragen aan uw vriend hier, hè? Dat kan je vragen. Ja. Chris, is hij streng? Ja, heel streng. Maar misschien ook nodig met mij. Chris, u hebt ook een belangrijke taak hier in het Witte Paard. U zorgt voor de klank en legt zo'n beetje, hè?
Ja, inderdaad. Ik leid alles een beetje in goede banen wat de technische zaken betreft. Dus uiteindelijk met de shows doe ik beroep op mensen, op een geluidstechnieker die dan specifiek de klank doet. Ik bedien tijdens de show het licht en de video. Maar dat is inderdaad, ja, mensen onderschatten het soms. Ze zitten in een zaal, genieten van een prachtige show. Maar uiteindelijk, als wij er niet zijn, dan zitten ze natuurlijk naar een zwart scherm te kijken en is er geen licht op het podium en uiteraard geen geluid. Ja. U bent ook betrokken bij de voorbereiding van de mensen die hier staan? Ja, uiteraard. Wij worden vanaf het eerste moment bij het productieproces uiteraard betrokken. Omdat het is niet meer een revue zoals vroeger, waar iedereen zijn ding komt doen zonder dat er afspraken onderling gebeuren. Dus het is een heel productieproces waar uiteraard de techniek nauwgezet bij betrokken wordt. Om te zien of alles... want de regisseur kan 101 dingen vragen, maar wij moeten natuurlijk opletten dat het ook allemaal haalbaar is op het podium. Uw partner is betrokken ook bij de show, dat net gehoord. Als u nu thuis komt, praat u dan nog over wat gebeurd is de voorbije uur? Dat gebeurt, ja, en dat kan wel voor discussies zorgen. Pittige? Ja, Nathalie heeft een pittig karakter, dus dat kan tot pittige discussies. Want zij heeft soms ook wensen, dat ze zegt van ik zou dit of dat willen en dan wil ik een danser uit de lucht zien komen en dan moet ik ook even op de rem gaan staan en zeggen ja, het is allemaal leuk en dat kan, maar dat heeft natuurlijk ook een budgetair kantje en dat moet ik ook in het oog houden. Dat ben uiteraard niet... De baas dus? Dat de baas niet verschiet van het kostenplaatje. Dus ik moet ook maken dat alle technische wensen binnen een bepaald budget blijven. Als er nu een van uw danseressen in het donker staat, krijgt hij onder zijn voeten. Ja, dat kan. Maar ik veronderstel dat dat niet gaat gebeuren. Mag ik jullie beiden veel succes wensen met de show. En uiteraard privé ook. Dankjewel.